Oké, welkom terug allemaal. In deze video ga ik laten zien hoe ik mijn achterwiel uit mijn Zero motorfiets, mijn SRF, eruit gehaald heb. Als je het interessant vindt, zeker lid worden op mijn kanaal. Als je vragen hebt, gewoon commentaar hieronder, commentaar plaatsen. En dan beantwoord ik met veel plezier jullie vragen. De reden dat ik het aan het verwijderen ben op dit moment, eigenlijk, ik heb een nieuwe riem. Dus ik heb in de vorige video heb je gezien hoe dat ik mijn riem gebroken heb. Ik heb ondertussen een nieuwe riem. Nu, om die nieuwe riem te installeren, moet je de achterwiel er niet uithalen. De enige reden dat ik het er nu wel uithaal, is omdat, kijk, aan de voorkant kun je het nog zien. Mijn motor is, ik heb het laatst in de regen gereden, dus alles is zeer vuil eigenlijk op dit moment. En voordat ik alles terug, nu kan ik er goed aan met het achterwiel eruit. Dus voordat ik alles terugplaats, wil ik alles een beetje proper maken ook. Dus ik dacht, ik zal ondertussen even heel snel laten zien hoe je dat wiel er kunt uithalen. Nu, ik ga niet het volledige proces overlopen. Er bestaat al een heel goede video online van iemand die zijn wiel eruit laat. Of eruit haalt beter en zijn auto laat om... ik denk dat het is op basis van de slijtage op zijn band. Veronderstel ik dat hij nieuwe banden gaat halen. Daar staat eigenlijk stap voor stap uitgelegd wat hij moet doen. Ja, in grote lijnen moet je eigenlijk... er loopt hier een as doorheen. En die moet je losmaken. En dan zit hier, af fabriek zit hier. Dat ding steekt daar van achter. Dan moet je er ook achter vanaf halen. Zodat je met je wiel erachteruit kunt uitrollen. Er waren een paar kleine dingen die mij opvielen. En dat ga ik nu gewoon in deze video vermelden. Dus eigenlijk al om als toevoeging op die ene video die al online staat, die eigenlijk wel goed is. Die mens begint eigenlijk met dit ding dus te verwijderen. Nu standaard zit er daar van achter een nummerplaathouder. Ik heb dat ondertussen naar daar verplaatst. Als die nummerplaathouder daar nog zit af fabriek, dan loopt er hier eigenlijk een draad over en die loopt dan... hier ook verder. En die loopt dan zo verder dat het dan uiteindelijk daarmee samenkomt met die draad. Dat is een aarding die hier daar leeft. Normaal gezien standaard zit er ook nog dit spatbord op. Om je wiel eruit te halen, hoef je dat er zeker niet af te halen. Eigenlijk voor het plaatsen, het terugplaatsen van een riem, het vervangen van de riem, is dat volgens mij het enigste dat eraf moet. En dat zit eigenlijk daar vast. Dat verbindt daar op dat gat. En daar zit er een gat waar dat dan die aarding zit. En dan aan de andere kant... daar zit ook nog een bevestigingspunt, wat dat hier eigenlijk, hier achter die, dat is het normaal gezien, die kabels lopen, dat zijn de hydraulische leidingen van uw rem en uw kabeltje van uw ABS-sensor. Die lopen hier normaal over, dus die zitten onder die kabels. Nu wat dat mij opviel is dat die mens dat ding daar afhaalde en dat hier liet hangen, omdat er daar dat ene draadje hangt. Nu dat ene draadje voor die achterlichtverlichting, dat is zoals dit hier zo, met een soort van, of hier kun je het ook zien, dat is een soort van stof, kunststof, hoes dat er omheen zit, als ze opgerold zit. Je kunt dat gewoon losmaken en als je voelt over die kabel, er zit ergens hier een, op die hoogte ongeveer zit er een stekkertje. Dus als je dat gewoon... als je voelt en ter hoogte van die stekker maak je dat een klein beetje open, dat zwart plastic-achtig rolletje daar rond. Dan kun je die stekker gemakkelijk loslaten en dan kun je dit ding echt volledig aan de kant leggen. Het andere is, een keer dat hij die as er, dus ja, hier kunnen dan die moer zit op je as en die kunnen losmaken. Dan kunnen die as er helemaal doorschuiven naar daar en dan kan je wiel eruit, dat laat hij helemaal zien en dan. Dit is eigenlijk, als je wiel eruit komt, is dit eigenlijk het enige dat echt los zit. Dus daar moet je wel op zien of op letten dat je dat niet kwijt raakt. Dat is een spijzertje dat ertussen moet zitten daar. En dan aan de andere kant, dus dat zit eigenlijk aan deze kant hier. Aan die kant hier zit dit ding, dat is een ABS-sensor. Dus dan, ja, ik ga dat nog een beetje proper maken en terugplaatsen ook. En dan zit ook nog aan deze kant hier eigenlijk heel uw remklauw. En dat zit op twee punten vast. Daar in die gleuf zit daar die pin die uitsteekt. En dan daar loopt uw as doorheen. Dus op die twee punten zit dat vast. Maar ik zie dat hij, dus dat zit zo normaal gezien. En ik zie dat hij dat op een of andere manier krijgt hij eigenlijk zijn wiel. Want dat zit eigenlijk daar. Dat leeft binnen in die velgruimte eigenlijk. Hè. En hij krijgt dat daar nog vrij gemakkelijk en vrij vlot uit op de een of andere manier. Ik weet niet juist hoe dat hij het doet. Maar het is veel gemakkelijker dat je eigenlijk gewoon, als je de kabels hier op die plaats uit die metalen beugeltjes haalt, op die plaats, daar heb ik ze laten zitten, hier heb ik ze eruit gehaald, dan kun je eigenlijk, terwijl dat het wiel er nog in zit,
maar de as verwijderd is. Je moet wel de as verwijderen natuurlijk, want die loopt daardoor. Dan kun je dat er eigenlijk zo nog net uit krijgen. Dan kun je dat gewoon zo aan de kant zetten. En dan heb je alle ruimte om je wiel er gewoon uit te rollen. Dus dat is iets gemakkelijker, als je mij vraagt, dan de manier waarop dat hij het gedaan heeft. En hij zei ook iets van zijn paddockstand, dat dan een speciaal brede was. Ik heb dit type, dat is een vrij standaard paddockstand. Het enige dat ik op gelet heb, is dat deze stukjes verstelbaar zijn. Dus daar zitten nu zo'n soort van vorkjes in. En dan, die dingen heb ik gekocht apart op eBay, veel te goedkoop. Ze buigen en zo. En die haken daar dan in. Dit kan ik losmaken, dan kan ik dat hulpstukje eruit halen en vervangen door pinnen of zo, die dan bijvoorbeeld aan mijn voorvork zouden passen. Of voor andere motoren heb je ook soms andere systemen. En daarmee, dat is eigenlijk meer dan... Ik dacht dat hem zei dat het vooral over de breedte ging. Maar dat is eigenlijk breed genoeg, want kijk, je ziet dat ik daar ongeveer een centimeter over heb. Ja, en aan deze kant heb ik ook ongeveer een centimeter over. Dus het is eigenlijk meer dan breed genoeg voor de Zero SRF. Dat waren eigenlijk de paar dingen dat ik wou vermelden. Voor de rest was dat zeker een goede video. Ik ga die linken ook hieronder, dat je kunt gemakkelijk gaan kijken. Want hij laat echt van begin tot einde zien hoe dat je dat wiel eruit krijgt. Dus dat is zeker een aanrader. Ik ga ondertussen verder alles oppoetsen. En dan maak ik zo dadelijk ook een video waarin dat ik laat zien hoe dat je eigenlijk die riem er kunt uithalen en vervangen.